Voordat nieuwe vrijwilligers mogen beginnen bij de brandweer, moeten ze eerst een sporttest afleggen. Die bestaat uit een aantal onderdelen, zoals zwemmen, een hindernisbaan, krachtoefeningen, werken in een donkere, nauwe ruimte en op grote hoogte en een duurloop. Er wordt niet alleen gekeken of de kandidaten de test halen, maar ook naar de getoonde inzet, het gedrag en de houding gedurende de hele dag. Het eerste onderdeel is de zwemtest. Je krijgt een overall aan en zwemt 15 meter onder water en gaat dan door een hoepel. Eenmaal boven water maak je de baan af met de schoolslag. Die schoolslag hou je nog 2 banen vol. Dan volgen 3 banen met enkelvoudige rugslag. En voor dit alles heb je in totaal 6 minuten de tijd. Het parcours van de hindernisbaan moet je 3 keer achter elkaar afleggen. Na elke keer mag je rust pakken door buitenom een rondje te lopen. En let op, een van de onderdelen is touwklimmen. Als je hier weinig ervaring mee hebt of niet zo sterk in bent, kun je dit het beste vooraf oefenen. Het krachtcircuit kent verschillende onderdelen, zoals een buikspiertest die bestaat uit 15 herhalingen. En een armspiertest met 20 herhalingen. Mannen heffen gewichten van 18 kilo en vrouwen van 15 kilo. Daarna volgt een bankdrukoefening, ook weer met 20 herhalingen. Mannen krijgen 28 kilo aan de halter en vrouwen 20 kilo. Ten slotte is er nog een rugspiertest. Die bestaat uit 15 herhalingen. Na het krachtcircuit gaan we naar buiten voor een hoogtevreestest. Je gaat met een hoogwerker naar een hoogte van 24 meter. Vergelijkbaar met een flatgebouw met zo'n 6 etages. Tijdens deze opdracht moet je onder andere regelmatig naar beneden kijken tijdens een behendigheidsspel. En van heel hoog en wijd gaan we vervolgens naar heel laag en krap. In een donkere kruipruimte testen we of je engtevrees hebt. Je moet er ruim 10 meter in kruipen en vaak is er een slachtoffer dat je moet vinden. Aan het einde van de dag is er tenslotte een duurloop. Die bestaat uit 12 minuten hardlopen. Je conditie wordt afgemeten aan de hand van de hoeveelheid afgelegde meters. Heb je alle onderdelen met een voldoende afgerond? En hebben een positief beeld van jou als persoon gekregen? Gefeliciteerd, je bent dan door naar de volgende ronde. En dat is de medische keuring. Kijk voor meer informatie en aanmelding op vrzl.nl/brandweervrijwilliger.